week, Dick. Ja, natuurlijk, een week te groot. Het is altijd een week geleden. Dat hoeft er niet steeds bij dat het een week geleden is. Dat weet ik ook wel. Van, is dat lang geleden? Nee, dat is gewoon een gezegde dat je zegt een week geleden. Dan zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Dick voor elkaar show. Oftewel, de Dijk voor iets anders show, zoals de Fransen zeggen. Nou, we zitten weer nokkie, bommetje, bommetje. En we staan er weer een grote boodschappentas op de gang. En leek me leuk om gelijk aan het begin... Hoe is het toch mogelijk? Ik zit er weer middenin. Hey Dick. Ja, ik heb van de week iets heel bijzonders meegemaakt. Ja, maar ik probeer het zo snel mogelijk te doen. Ja, dan kunnen we door met het programma. Misschien hoort hij niet jou, hoor. Hey Dick. Ja. Ik heb iets heel bijzonders meegemaakt. Oh, het zal wel weer heel bijzonder zijn. Heel nou, maar bijzonder, zijn vreselijk benieuwd wat het wel bijzonder. Er wordt geklopt op de beurt. Nou, kom op, dan komt hij er met die deur. Ja. Hallo, kom maar binnen. Kom binnen nou. Hallo. Goedemorgen. Ome Joop. Ome Joop is er ook al, hoor ik. Nee, Ome Joop is nog niet binnen. Ik hoor toch over... Waar is Ome Joop? Wat is een rommelig programma? Kom nou maar binnen! Goedemorgen, meisje! Ja, hebben jullie een zeehondje gezien? Ik ben er twee kwijt. Zeehondje gezien, ik heb ze wel gehoord, Ome Joop. Ja. Oh, hij zit onder de bank. Ik zie hem. Ja, ik pak hem wel. Ja. Hebben hem. Ook met rommelig, heel smakelijk gebeuren allemaal. Oh, daar is het zeehondje. Ja. Ja, hij holde voor me vooruit. Ze zijn zo snel, die dingen. Zeg, ik heb iets heel bijzonders meegemaakt, hè, van de week. Hè. Hij heeft weer iets bijzonders meegemaakt. Hoe is het toch mogelijk? Wat heb je dan meegemaakt? Vertel me dit, de groot. Nou, ik ben ook vreselijk nieuwsgierig. Wat heb je voor bijzonders? Wat zijn allemaal van die leuke verhalen? Ik ben uit eten geweest. Tjonge, wat een leuk verhaal, zeg. Ja, nou, heel bijzonder uit eten geweest. Oh, bijzonder uit eten. Wat heb je gegeten? De snackbar? Nee, automatiek? Nee, ik heb echt chic gegeten. Chic gegeten met mes en vork? Chic gegeten? Ja, met mes en vork. Wat schuil, wat chic. Oh, zeg, dat is niks voor u. Hebben jullie de grote met mes en vork gegeten? Heel leuk, zeg. Nou, mensen, klaar, verhaal is over. Heb chic gegeten. Dan kan het je schelen verder. Bij de hete buffel. Hè? Bij de hete buffel. Bij de hete buffel? Ja. Wat is de hete buffel? Restaurant de hete buffel. Restaurant de hete buffel. Waar zit dat tegenwoordig dan? Ja, waar zit dat? Is dat dat zit tegenover de koude kip. Oh ja. Nee. Ken je dat? Ja, maar die was toch weg? Daar zat toch de hakkenbar? Ja, die zit er nog. Oh, zit die er nog? Ja, die zit er nog. Oh, ik denk al, waar zit de hakkenbar? Daar haalt de hete buffel zijn biefstukken. Ja. Nou, dan gaan we de gouden keer eten. De buffel met zijn hete hakkenbaar. Mensen, want we zitten nog niet zo. Weer aan die deur, dat gaat. Waar is de koffie? Harry, we zitten een beetje aan de tijd. We hebben weinig tijd. Dus gooi gauw die kopjes neer, dan hebben we dat gehad. Hoppa. Zal ik het gelijk weer opruimen? Ja, natuurlijk. Anders heb je volgende week niks om naar binnen te gooien. Ruim ik het weer op, hè? Ja, ik krijg het wel. Mensen, we gaan gauw verder. Want we zeiden, zoals ik al zei, nokkie, bommetje. Maar ik raak dus in gesprek met zo'n ober, hè, bij de hete buffel. Ik denk, misschien is hij het kwijt. Misschien weet hij het niet meer. Ja, hoor, hij weet het nog. Was zo gek, Dick. Die had een lepel zo hier. Oh, er schiet weer een zeehondje weg. Wat verdorie. Hier blijven, hier, bij de baas. Wat een chaos. Die had dus een lepel hier in het zakje, in zijn bovenzakje. Wie? Was dus die ober van de hete buffel. Zit je nog steeds bij die hete buffel? Ja. Heel laat open. Zo. En, maar ik zeg, waarom heb u hier een lepel? Ja, waarom heb je daar een lepel? Waar moet je opletten? Oh, hij zegt, we hebben onderzoek gehad dat 33% van de gasten hier... Ja. Die laat per ongeluk zijn lepel op de grond vallen. 33 laat zijn lepel... Uit efficiëntie overweging hebben ze dus hier een lepel. Dan kunnen ze gelijk... Harry, je hoeft niet op de deur te kloppen als je weggaat. Alleen maar als je binnenkomt. Ja. Oh ja, sorry hoor. Ja. Oh, dan gooi ik hem dicht. Ik ben er nog niet doorheen. Oh,
gek van die man. Ja. Wat is er nou met die buffel? Er was een buffel met een lepel in zijn zak. Wat was er nou? Die 33 procent van de... Oh, die had een lepel in, ja. Omdat 33 procent van de... Wat een verhaal? Ik ben het helemaal kwijt. Ja. Ik heb het ook nou eens, hoor. Ik begrijp er niks meer van. Laat vallen. Oh, ja. Dan zit ik mijn lippen te siften. Oh, ja. Nee, nooit. Oh, ik hou alles keurig op tafel. Oh, jij wel. Ja, ik wel. Nou, het verhaal is nog niet uit, want ik zag ook dat die ober die had een touwtje aan zijn gulden ophangen. De grote, ik voel het alweer een kant op gaan, dus ik die ik niet wil weten. Die man, waarom hangt dat touwtje aan je gulden? Ja, waar gaan we nou, als wij nou naar het toilet gaan. Oh, jij begrijpt het. Dan hoeven onze handen niet in, dus dan trekken we aan het touwtje. Ik wil het allemaal niet weten, het is genoeg zo. Nee, het is genoeg. Ja, het is genoeg. Wat efficiënt. Is dat bij de hete buffel? Doe het maar uit de buffel. Dan ga ik het toch eens kijken. Ik vind het wel interessant. Ja. Weet je, ik heb ze vaak een touwtje aan mijn gulp hangen. Oh ja? Moet je even trekken en dan... Hoppa! Wonder dat we nog kijkcijfers hebben überhaupt. Nou, dat is een slimme guy, hè? Hop, trek dan. Ja, de grote handen. Ja, hoeft nooit zijn handen te wassen. Maar hoe fluit hij hem dan weer terug, zal ik maar zeggen? Nou, dat vroeg ik ook aan die oma. Hij zegt, ik weet niet wat mijn collega's doen, maar ik gebruik er altijd die lepel voor. Kom, ga gauw verder, mensen. We gaan gauw verder. Want het is tijd geworden voor we gaan eerst even... Nou, we gaan Frits Bom, die heb, Frits Bom? Ja, die moest naar voren. Wat Frits Bom? Want die hebben een liefdadigheid, een recordwedstrijd. Wie, Twan? Twan de Stuntman? Twan de Stuntman, ja. Komt hij eerst? Ja, die komt liefdadigheid, eerst. Wat gaat hij doen? Oh, nou, leuk, een liefdadigheid. Ik doe zelf ook heel veel aan liefdadigheid. Oh, ja, wat is dat? Wat doe je dan? Nou, ik doe dadig en dan doe ik er lief mee. Oh! Ja, ik heb er geen moeite mee. Dan gaan we nou kijken naar die Stuntman. Frits Bom. Frits Bom, daar heb je hem al. Dag, dames en heren. De naam is Frits Bom. Het was vandaag. Dat kan ik u verzekeren. Het gaat hierom. Wereldrecord Valhelm slaan. Het record zou staan op 199 slagen, maar ik heb eigenlijk geen idee wat het is, want de mensen zijn nog bezig met het opstellen van alle materialen. U ziet het hier, u ziet het daar. Het wordt spectaculair. We sidderen. We sidderen. Onze emotie kent eigenlijk geen grenzen meer. Nou, terug naar de studio nog even. Tjonge, hij staat te sidderen. Ik denk al wat hoor ik. Frits Bom staat te sidderen. Dan zet ik hem op een laag pitje en dan laat ik hem even een uurtje sidderen. Sidderen? Ja, oh, dat is sidderen. Sidderen. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, mensen, ik zei het net al, het is tijd voor Onderrood met de Groot. Dan ga ik naar Piet Konijn. Onderrood met de Groot, dames en heren. Waar ben ik? Oh, hier ben u. Ja, hier ben ik alweer in beeld. Hier ben ik in beeld. Oh, daar ben ik alweer. Dat is eigenlijk heel goed. Hartelijk welkom weer in het magazijn. Laat die feest zijn van Piet Konijn. Ja, deze week, ik ben weer gebeld aan alle kanten van, zijn er nog prototypers? Is er nog wat bijzonders gebeurd? Nou, ik zal wel zeggen, ik heb deze week een hele bijzondere, want ik zit toevallig, ik zit hier nou even zo te lezen. Maar ineens zit je te lezen, denk je, potverdorie, heb je allemaal wel eens, ik moet even plassen. Oh, wat? Nee, ik moet niet, ik moet niet. Ik zeg, dat heb je wel eens, dat je denkt, ik moet even plassen. Oh, ja. Dan moet je eigenlijk, je boekje neerleggen, nietwaar, en dan ga je naar het toilet. Om te plassen. Maar in dit geval heb ik dus een uitvinding gedaan. Je kan het boekje gewoon meenemen. Je hebt de handen niet nodig. Het is een volautomatisch, zal maar zeggen, robot-toilet. Dat ziet er wel heel bijzonder uit. Hè? Het is een, een urinoir, zeggen ze ook wel eens, weet je wel, urinoir. En het is dus, wordt dus een computer gestuurd. En helemaal volautomatisch. Ik zal even een demonstratie geven. Ik zet hem even aan. Dan gaan we warm op de wegen. Zie je wel, komt hij op gang. Zie je wel. Kijk, dan ga ik gewoon doen. Dan ga ik dat boekje gewoon vasthouden. Ik hoef alleen maar de jas open te doen. Ja. En dan ga ik ervoor staan en hij doet de rest. Ach. Kijk, daar gaat hij. Dan gaat dat gebeuren. Ja. Hij probeert nu de ingang te vinden. Ja, voorzichtig maar. Hij grijpt er nu nog even naast. Hij is nog een prototype. Ja, hij is daar. Ja, oké. Nu is die man zoek even. Ja. Dat kan even duren, want hij vindt hem als je één keer geweest bent, slaat hij in zijn geheugen op waar hij zit. Oké. Maar de eerste keer zoekt hij even en dan geeft hij dat een plaatsje op de harde schijf. Ja, heeft hem. Oké. Nu gaat hij voorzichtig, ja. Oké, en dan kan ik gewoon mijn boekje vasthouden. Ik heb geen handen nodig. Nee. Plassen zonder handen. Ja. Jullie wel, ik sta nu te plassen. Ja. En in de tussentijd lees ik gewoon verder.
Nou, ik voel dit bijna gebeurd en dat voelt hij registreert ook. Hier, ja. Niet afschudden. Schudden, dat je niet met een natte broek weghaalt. Zo, aan weer terug, ja. Stop wel, ja, doe maar weer. Moet even helpen, in het begin moet je even helpen. Dan zie je op allemaal nieuwigheid toch, ja. Zo, ja, en even sluiten weer, ja. Oh, wacht, even, velletje. Terug, ietsje. Ja, los. Ja, oké. Ah, ja, dat is er dan. Zo, ja. Nou, we zien er wel geen handen gebruikt, hè? Nee, het is een prototype, je moet hem een beetje helpen natuurlijk, toch? Maar ik heb geen handen gebruikt, dus ik hoef de handen ook niet te wassen. Nee. Hij wel, natuurlijk. Ja. Dus ik heb er even een bakje water staan. Wel zo hygiënisch, hè? Even de handen wassen. Afspoelen is hier wel goed keurig op de voet, hè? Wat? Het is allemaal in het geheugen opgeslagen. Hier, maak zelf de handje droog. Is het makkelijk of is het niet makkelijk? Geweldig. Dat dacht ik ook. Nou ja, dat was het dan zo'n beetje. Ik zeg nogmaals, ik heb geen idee wanneer het op de markt komt. Dat kan nog jaren duren, maar leuk om even een keer te laten zien, ja. Precies. Ik zou zeggen, dit was weer Piet Goedeen. Ja. Vanuit de maken zijn, laat die feest zijn. Interessant, jammer dat het allemaal prototypes zijn. Ja, je wilt gelijk bestellen allemaal. Nou, ik wacht nog even, ik doe het nog even zelf allemaal. Hey Dick. Hey Dick. Had ik al verteld van die buurvrouw van mij? Ik hoop het. Nou, volgens mij niet. Nee, volgens mij ook niet. Nee, dat heb ik nog niet verteld. Nou, die heeft een buurvrouw. Die heeft een nieuw dieet uitgevonden. Oh, interessant. Dat wil ik graag weten. Wat is dat voor een dieet? Want ik ben de hele dag op dieet. Nou, het is niet een dieet om af te vallen. Oh, dan heb ik er niks aan. Ik moet afvallen bij mij. Je komt aan bij dat dieet. Je komt aan? Ja, bij dat dieet kom je aan. Wat heb je nou waarom een dieet om aan te komen? Wat is deze bijzonder? Hoe heet dat dan? Wat is dat voor een dieet? Sonja Banketbakker. Want het leek me leuk. Sonja Banketbakker. Ja, Interessant. Dan zullen we even kijken of Frits Mommel begonnen is. Oh, dat is de overleg. Wereldrecord gaan we breken. Wereldrecord. Wereldrecord valhelm slaan. Dat is een wereldrecord, staat daar, hè? Wereldrecord valhelm slaan. En hoe doen we dat? Maar wacht even, is dat al een keer eerder gedaan? Is er al een aantal slagen? Het staat momenteel op 199. Vroeger heeft iemand het gedaan, 199, dus daar moeten we overheen. Naar de 200. En het gaat op deze manier. Ik ga hier zometeen op deze kop van Jut, ga ik hier liggen, met mijn kin op het contactpunt. En er komen dan nu mensen op, en die slaan dan met deze hamer op mijn helm, bam, en dan gaat de bel omhoog. En als de bel niet gaat, dan ja. Maar dat gaat het schrikpunt. Hij moet gaan, de bel. Maar dat doet toch zeer? Dat doet zeer, maar ik heb hem voorbereid natuurlijk. Hè. Ik heb menig aspirientje naar binnen gegooid vanmorgen. Ik heb er twee ingenomen achter elkaar met water. Ik ga pas liggen, Frits. Ja. Dus ik ga met mijn kin hier op het contactpunt liggen. Zo. Ik even vastgevecht. Voilà. En dan druk ik met mijn kin het contactpunt in. Kan het? Zo. Ja. Oké. Okay. Nou, ik zie, je bent er klaar voor. Ik zou zeggen, op naar het nieuwe wereldrecord. Zo is het, kom maar. Ja. Geweldig, zo, easy. De eerste slag hebben we, enorm. Tel de volgende. Die is een voltreffer. Geweldig. Kijk, overvloed. We hebben een muzikale gebeurtenis. We hebben André Rieu. Oh, Toos! Ja, André Rieu. André Rieu, die mag wel eens over me heen walsen. Hoeven het allemaal niet te weten, mensen. Hij gaat gewoon viool spelen, speciaal nummer, speciaal voor de Dicht voor Mekaar Show. Hier is André Rieu, dames en heren. Ja.
dames en heren. Hier is André Rieu met een avond in Wien. Goedenavond. Hallo, ik ben André Rieu. Ik kom uit een klassiek milieu. Dat Johan Strauss was immer mijn idool. De mensen vragen vaak, meneer Rieu, ach, speelt u nog een keer zo'n schitterende wals op mijn viool? Streken is een hele klus, maar op mijn Stradivarius spreek ik met veel plezier mijn melodie. En voor alle wals van Johan Strauss vind ik te gek, te gaaf, te boos. Alleen die speel je niet zo 1, 2, 3. Het is heel veel studeren, nachten repeteren. Steeds hetzelfde deuntje zonder tegenzin. Alleen de buurt wordt er gek van. Dus zo nu en dan, dan gooit er wel eens een bij mij de ramen in. Ik ben André Rieu, biljarten speel ik met een keu. Maar liever speel ik Strauss op mijn viool. Soms vragen mensen mij, zegt hij, ben je ook verkrijgbaar op CD? Dan zeg ik op zijn Oostenrijks, jawohl. Maar natuurlijk heb ik ook, net als ieder ander, af en toe zo schoon genoeg van Weense vals. Dan speel ik expres om de boel te jennen. Die hele blauwe Donau als een hoer zo vals. Leed het viooltje ook om zijn moeder ook, ja. Van je die? Ja, maar heel erg leuk. Ja. Leuk zo'n geboorte mee te maken. Dick, ik was nog niet klaar met dat verhaal over mijn buurvrouw, hè? Oh, welke? Weer? Die links bij mij woont. Oh, die van Sojabakken. Ja, die van Sojabakken. Oh, had ze nog meer? Ja. Als hobby heeft ze breien. Jongen, dat is bijzonder. Dat hebben we nog nooit een buurvrouw zien doen, hè? Dat ze zat te breien. Ja. Wat bijzonder. Ja, heel bijzonder. Waarom is dat nou bijzonder? Nou, ze breit met houtwol. Met houtwol? Ja, ik hoor het ook met houtwol. Wat is er nou voor ons? Wat maakt ze nou? Gistermiddag 12 uur begonnen en om 6 uur zat ze nog te draaien. Oh, wat hebben ze dan gemaakt? Een keukenkastje. Misschien kan ze bij mij een theemeubeltje maken. Ja. Ik heb graag een theemeubeltje. Oh ja, dan moet je bij de groot zijn. De groot gaat het allemaal regelen. Dat kan ook wel. Eens even kijken, want heel erg leuk, want het is weer het hoogtepunt van dit programma. Oh ja. We hebben weer even cultureel, even weer, u weet al, donderdagavond, de cultureel? Toneelavond. Ja, de donderdagavond, weet je wel, de toneelavond. Het is vrijdag. Ja, dat maakt toch niet uit. Vroeger was dat op donderdag. Oh. En zo leuk, want we hebben een speciaal optreden, van gastoptreden, van Rob Brandsteder. Ik word helemaal warm van onderaan. Ja, mensen, wat een toestand. De man van dik in de 60 overdrijft die auto's. We gaan naar Rob Brandsteder doet mee. En dat is heel erg leuk. Veel leuk dat hij meedoet. Ja. Dus we gaan kijken naar onder andere Rob Brandsteder in het Dik voor elkaar Teletheater. Ik zoek een boek. Zegt u? Een boek zoek. Bent u het kwijt? Nee, ik wou graag een boek lenen. Oh, lenen? Ja. Dat kan. Het is hier een bibliotheek, hè? Bibliotheek, ja. Wij lenen boeken uit. Dat begrijp ik. Graag. Maar misschien kunt u mij even helpen. Natuurlijk, altijd. Want daar staan we voor, hè? Kijk, eens even. Info. Ja, info. Oh ja, bibliotheek info. Ik ben info. Maar ik kom er niet uit. U komt er niet uit? Nee. Het is heel eenvoudig. Kijk, hier gaat hier de trap op en dan de eerste deur rechts staat u buiten. Nee, ik heb een beetje moeite met het vinden van een boek. Misschien kunt u mij even helpen. Oh, u wilt een boek? Ja, het staat een beetje ongesorteerd. Ongesorteerd? Ja, door elkaar heen. Nou, ik
vind het vrij overzichtelijk. Vindt u zelf ook niet? Kijk eens, daar de groene, daar de rode, daar de blauwe. Kan het overzichtelijk? Oh, alles staat op kleur gesorteerd. Alles staat op kleur. Dat was een idee van mezelf. Vroeger hadden we ze altijd door elkaar. Ik staat er weer gek van. Ik kwam thuis en dan draaide het nog voor de ogen. Oh, ik begrijp het. Nu rustig. Ja, het is rustig. Maar is het nu niet een beetje moeilijk om een boek te vinden? Nee, helemaal niet. Want ik ga helpen. Ik sta hier om te helpen. Kan je helpen? Ja. Oké. Wat zoekt u voor een boek? Ik zoek kleine klussen in een handomdraai van Karel Klus. Gaat u klussen? Ja. U? Ja. Oké. Ik ga eens even voor u kijken. Kleine klussen in een handomdraai. Dan moet ik even in het... Van Karel Klus. Zeker Karel Klus. Even kijken. Dat waarschijnlijk bij de K. Wacht even hoor. Even. Klas. Nee, klus. Ja, maar dat gaat hem vol. Klus, hier heb ik hem al. Kleine klus in de hand op rij, Karel Klus. Ja, dat is hem. Dat is een groen boek. Het staat daar in de groene boekenkast. Daar staat hij. Ja, maar daar staan honderden groene boeken. Ja, natuurlijk, ja. Maar ze staan onderverdeeld. Oh, ze staan onderverdeeld. Ja, natuurlijk. Dat wist ik. Ja, nee, dat zou te gek worden. Dat is niet te vinden. Dat gaat niet lukken, natuurlijk. Nee. Kijk, we hebben dat volgende gedaan. Dat leek me het handigste. We hebben de grote groene boeken aan de bovenkant staan. En de kleine groene boeken staan aan de onderkant. Maar dat kan het eigenlijk. De grote staan boven en de kleine. En de kleine staan beneden. Ja. Is het een groot boek, een klein boek? Weet u dat? Ja, dat weet ik niet. Dat weet u niet? Nee. U heeft niet veel informatie, hè? Wat bedoelt u? Nou ja, u weet niet. Ik weet wie het heeft geschreven. Ja. En hoe het boek heet. Ja, maar u weet geen kleur. Nee, natuurlijk weet ik geen kleur. Ja. Maar dat interesseert me ook niet zo erg, hoor. Niet? De kleur, het formaat. Ja, ik zoek op titel. Op titel? Ja. Heel oude wet. Op titel? A, B, C bedoel je? Ja. We hebben het nog wel, hoor. Op de bovenste etage staan allemaal kopieën van deze boeken. Staan daar nog een keer. En daar kunt u op titel zoeken. Nog een keer? Van de boven, ja. Maar dus niet op kleur? Nee, en ook niet op formaat, maar gewoon op titel. Oh, fijn. Ja. Zou u dan even kunnen kijken waar ik boven op titel dan... een kleine klussen in een handomdraai van Karel Klus? Ga ik meteen voor u doen. Is dat een klusboek? Dit is een klusboek, ja. Een klusboek, dan moet ik de andere wachten. Dan moet ik deze hebben, wacht even hoor. Karel Klus, klussen in een handomdraai. Is dat een dun boek of een dik boek? Een dun of een dik boek? Oh, ja, dunne boeken, ja, dikke boeken. Hè? Is dat, weet u dat? Het is nog niet te geloven. Hè? Oh ja, voor het systeem. Hè? Ja, het systeem. Ja, anders heb ik het. Maar toen lijkt meneer een dun of een dik boek, groen of blauw of paars. Ja, wat is het hier voor een puinhoop? Puinhoop? Ja, puinhoop. Piet, puinhoop. Dan moet ik even kijken bij P. Nee, het systeem is een... Nou, puinhoop. Ach, mevrouw Vermeulen, bent u daarvoor? U komt het boek terugbrengen? Ja, inderdaad. Ja, heeft u genoten? Oh, het was een prachtig boek. Heerlijk, heerlijk. De mooiste liefdesroman die ik ooit heb gelezen. Ja. Oh, die passie met die man. En die vrouw die dan... Ik zie, en dan eet een hoofdstuk opnieuw. En zij over hem heen. No. En hij over haar heen. Ik ben alleen wat warm van. Ja. Als ik er nog aan denk. Ja. Eens even kijken. Welk boek zocht u nou precies? Doet u mij met de blauwe boek. Hij kan het nog wel, hè? Loem het doorprijs. Ja, mensen, hij bewoog. Hij bewoog. Oh. Nou, we gaan verder met programma, mensen. Hey, want, Dick, ik word dat toch zo... Had ik al verteld over die kennis van mij? Ik hoop het zo. Wat is er nou weer met die kennis? Nou, ik heb het niet gehoord. Nee, ik heb het ook niet gehoord. Wat interessant. Heb je een kennis? Nou, ik maak me wel een beetje bezorgd. Nou, we zijn verschrikkelijk nieuwsgierig. Ja. Nou, ik ben ook nieuwsgierig. Wat zou er zijn met die kennis, hè? Wat was er met die kennis? Nou, ik was van de week bij hem. Ja. En toen viel me op dat hij zo langzaam is eigenlijk. Wie, die kennis? Ja, langzaam? Dus, hij werkt dat, langzaam. Lang. Ja. Maar weet je zeker dat je niet voor een spiegel stond, de groot? Hoor nou wie het zegt, het viel me op dat hij zo langzaam is. Hoor je nou, vanzelf wat hij zegt. Mensen, we gaan verder met het programma. Oh, ja. Want we kunnen niet aan dolle blijven. Frits Bom, die zal... Oh, even kijken hoe ver hij is, die Frits Bom. Ja, natuurlijk. Ja, zeer benieuwd. Snel zien van de... We zijn er steeds bezig. Elke deelnemer mag maar één keer slaan. Maar wij gaan het doen met de spel. Kijk eens even, zeg. En zo zijn we op weg naar de 199. En uiteindelijk de uitslag van 200.
200. Nou, misschien het zo wel. We gaan het zo meemaken. We kunnen daar niet op wachten. We horen wel tegen de tijd dat hij voorbij de 190 is. Op die manier, ja. Dan gaan we verder met veranderen. Ja, we zijn toegekomen aan wat mij betreft het hoogtepunt van het programma. Hoogtepunt? Waar gaat culturele dan, diepgang. Wat is dat nou weer? De huisfilosoof. Het komt daar weer. Gerard Hunsel. Is die met die gek? Komt hij weer Gerard uit de kant? Gerard Hunsel. Daar heb ik nou geen zin in. Hij zit er wel klaar voor, hoor. Gerard Hunsel. Gerard met Hunsel. Gepaste trots, dames en heren. Gerard Hunsel. Ja. Ja, goedemiddag. Fijn dat ik er weer even ben, want ik ging omhoog. Ik dacht van zo'n stuk, ik zou goed komen, ja. Ook op straat natuurlijk, hè. Nou ja, goed. Even snel. Heb je nog wat meegemaakt? Je hebt allemaal wel eens dat je wat meemaakt. Natuurlijk. Ik heb allemaal wel eens wat meemaakt. Ik had laatst, ik was met vakantie geweest. Oh. En tenminste, ja, nou ja, dat viel met plus. Ik was bijna, ik wilde met vakantie, maar het ging eigenlijk zo. Het kwam een beetje moeilijk uit, want ik was... Ik had namelijk al vakantie, dus ik denk, nou, dat is een beetje zonde dat is jammer, om met vakantie te gaan als je al vakantie hebt, niet waar? Nou ja, mijn vrouw zegt ook, laat me maar gaan, want anders heb je er na de hand spijt van dat je niet geweest bent. Nee, dat is zo. En afijn, toen hebben we dus geboekt, tenminste, we zijn aan het boeken geweest. Ja. En mijn vrouw zegt, laten we dan een 3-sterren hotel nemen. Ja. Maar ja, we hebben thuis een 3-sterren koelkast, die is ook niet warm te krijgen. Dus ik zeg, nee, ik zei, dat kunnen we dan misschien beter niet doen. Dus toen zijn we naar de camping geweest. En de camping zijn we gegaan. Oh, leuk. Het was een hele gezellige camping waar we waren. Met een, die lag aan zee, een camping. Hij lag aan zee. Tenminste, bij App lag hij aan zee. Als het vloed lag, dan was er geen zwembad bij, dus dat kwam goed uit. Oh, en bovendien, we hadden twee tenten bij, want we hadden een binnentent en een buitentent hadden we meegenomen. Handig. Ja, binnentent, je gaat niet binnen staan met je binnentent. Nee, we hadden de buitentent nodig, omdat we buiten wouden gaan staan. Ja. Alhoewel, achteraf hadden we beter met de buitentent ook binnen kunnen gaan staan. Hoezo? Die tent was zo lekker als mijn buurvrouw. Buurvrouw? Mijn buurvrouw, de wasmachine dan natuurlijk. En, maar goed, wij staan dus op die camping. Het was een hele gezellige camping. En er komt een man, en wij zitten dus zo bij de tent. Wij zaten in de voortent. Oh. En er komt een man naar ons toe en die zegt, ik zit al 2 weken hier op de camping en ik ben zo moe. Moe? Hij zegt, ik ben zo moe. Hij zegt, mag ik even hier komen zitten? Ik zeg, ja, tuurlijk. Ik zeg, maar waar ben je zo moe van? Hij zegt, ik heb een staakcaravan. Dus ook daar zijn kan je verwachten dat soort dingen hebt natuurlijk. Maar fijn, wij komen aan de babbel en hij zei ja. Hij zegt wat er bleek. Hij had namelijk een tweelingbroer. Die was 3 jaar ouder als hij. En die... dat was niet helemaal goed. Ik weet niet. Die was behanger op een rondvaartboot. Ik heb het niet goed begrepen. Behanger op een rondvaartboot. Die was een keer... die was niet goed. Die zat in de ziektewet. Want die was uit de bocht gevlogen. Och jee. Toen hij linksdraaiende yoghurt zat te eten. Dus ja, dat is natuurlijk ook gevaarlijk. Linksdraaiende yoghurt. Wij zitten op die camping en het was natuurlijk heel gezellig op die. Het was een reuze gezellige camping, maar het was druk. We zaten midden in andere tenten. Oh. En naast ons stond een hele roze tent. Een roze tent. Die was echt vuurroze. Vuurroze. Oh. En daar bleek achteraf dat het een nichtentent was. Maar ja, die is er mij ook niet. Maar goed, dat maakt mij niet uit. Maar aan de andere kant, er stond zo'n echte, zo'n Indiaanse tent, zou ik zeggen. Zo'n wigwam. Een wigwam. Wigwam. Nee, nee, wigwam. Dat is het oude model. De wigwam. Oh, dat oude model. Dat was een oude degelijke nog. Die maken ze niet meer, de wigwam. Ze zijn nou die gewone wigwam. Een hele Indiaanse familie, een heel stam zat erin, met een stamhoofd erbij natuurlijk. Met zo'n kop had hij echt zo'n stamhoofd. En die vader, zal maar zeggen, van het gezin, dat waren echte, originele, authentieke Indiaanse familie uit Schorl. Zo, Schorl. Schorl? Ja, ze zitten overal. Die man was vrij stil, die was nogal stilletjes. Oh. Die zat een hele beetje voor zich uit te kijken. Ja, zo. Oh. Hij zat op onderdelen te wachten, want hij had zijn neusbeentje gebroken. Dus toen moest hij niet meer spullen hebben. Onderdelen voor zijn neusbeentje. Hij zei dus niet veel, omdat hij wist niet wat hij zeggen moet. Oh. Dus hij zei alleen maar een beetje, zeg maar, en zonder zijn hand voor zijn mond te houden, gewoon zo, Want ik zeg, ben u misschien verkouden? Toen zei hij, och.
gaat in ieder geval wel heel bijzonder, want dat hebben ze veel. Dat zie je heel vaak heel bij Indianen. Wat? Die hebben zo'n tooi, zo'n veren. Zo'n Indianen tooi. Hij had helemaal van zo'n prachtige, van die spierwitte veren. Oh, ja. Die op die tooi is. Zo'n witte veren tooi. Hij zei, die komt zo. Die heb ik geërfd van mijn vader. Zijn vader? Ik zei, dat was ook een Indiaan. Hij zei, die heb ik geërfd van mijn vader. En die heette Witte Veder. Witte Veder. Dus ik zei, nou, dan heet u waarschijnlijk dus ook Witte Veder. Ja. Omdat u het heet. Hij zegt, ik heet Zwarte Veder. Zwarte veder. Ja, ik zei, wat raar. Ik zei, waarom heb je dan allemaal van die witte veren op je hoofd aan? Hij zei, ja, ik kan ze moeilijk in mijn reet houden. Ik zei, ja. Omdat u vroeg van, heb u nog wat meegemaakt? Ik zal het nog eens even mee. Nou, het was reuze interessant. We hebben genoten. Ik moet er alweer van door. Wat jammer. Wat is dat? Ja, jammer, hè? Ja, wat jammer. Ja, de tijd vliegt als je zelf. Heb je er een Nou, zal ik volgende week weer terugkomen? Nou, liever niet. Ik vind het heel interessant. Maar goed, zullen we eens kijken bij Twan de Stuntman? Oh, hoe ver is die Twan de Stuntman? Ja, maar dat kan niet. Het moet er wel zo'n beetje zijn nu. We hebben het record, hè? 199 was het. Hoe ver zijn ze nu? Hallo. Bijna. 197. Dat is geslaagd. Op 20 gaan. 198. 198 al. Kijk, de paal die zit ook. En dan 199. De voorlaatste klap. Oh, geweldig. Die zou graag. En dan komt die. Gaat het erom. 199. Nummer 200. Kom. Nummer 200. We zijn niet meer met de. Ik kan niet meer. 200 halen, maar we hebben de 199. Wat zijn er dan? Oh, mijn hoofd. Er zijn geen mensen meer. Godverdorie, Frits. Het record. 200 moet ik hebben. Oh, maar we hebben de 199. Ik heb niks aan 199. 200 is het record. Oh, wacht, ik zie daar een mevrouw. Misschien dat die even kan helpen. Dag mevrouw. Welkom. Oh. Zou u ons even kunnen helpen? Oh, het gaat namelijk hierom. We zijn bezig met het wereldrecord valhelmslaan. En de 200ste slag moet worden geregeld. Wilt u dat doen? Pak die hand. Jazeker. Ja, kunt u het goed zien? Ik heb mijn bril niet bij me. De bril? Nou, bij ze. Dan hebben we een oplossing voor. Dan doen we even een kruisje maken. Op Frits, je kan toch... 1. En dan vraag ik aan u, kunt u zonder bril... Twan zo zien. Kunt u het zo zien? Ja. Twan zo zien. U ziet het kruis? Ja. Ja, ja? Oké. Okay. Geen misverstand. Dan kijkt u nu de hamer en dan wil ik u vragen, slaat u zo hard mogelijk op het kruis. U ziet het kruis, hè? Ja, ga uw gang. Oh, dit was het. Tot zover Frits Bom. Vakantie van de Het is in ieder geval, het is gehaald. Ja. Hij is over de 200. Gefeliciteerd, Twan, in ieder geval, namens de hele redactie. Ja, er is nu weer een hoogtepunt. Nee, het is niet waar. Ja, oh, ik hoor hem aan. Hier is Pep announcing. Met een speciale mededeling. Want het is weer tijd geworden voor een hoogtepunt in dit programma. 30 seconden van de film. Ja, 30 seconden, ja. U gaat weer luisteren en kijken naar de 30 seconden van beneden. Ja, een mooi vader, mensen. Dat gaat niet gebeuren, hoor. Hallo, fans. Hier is meneer De Groot. Nou, dan worden er weer heel wat rechtop in het bedje gezet nu, hè. Dick, ik wou even doorgaan op die olifanten en koekjes raad. Weer die olifanten? Ja, het verschil tussen olifant en die koekjes. Waar blijven we dan nou? Ik krijg stapels post. Ik heb hier bijvoorbeeld... Maar schiet op, wat eindje loopt. Van Pieter Vries uit Winschoten. Wat is het verschil tussen een koekje en een olifant? Nou... Een koekje protesteert niet als je hem in de koffie doopt. Hij is er! Goed, dan gaan we afsluiten. Want het programma zit erop. We zien je graag weer volgende week. Zelfde tijd, zelfde golfweek. We hopen dat we... Stoppen door, had ik een Vermeulen uit Etten-Leur. Het verschil tussen olifant en een koekje. Nou. Een koekje kan je in één keer doorslikken. Ah, ja. Laten we gauw afsluiten, want dit was een zonde kazijn. U kunt de vlog weer terugvinden natuurlijk op trost.nl. Danny Klaas uit Arnhem.
verschil tussen olifant en koekje. Als je bij een olifant hoort een pinda heen is gaat. Tjooi! Dit was Dik voor elkaar! Goedemiddag!